Contenante Rugula, een goede vriend en beste maat. Heb ze nodig in het goede en het kwaad. Want uw weg van bestaan is ons heel naam de naam. En wordt u vallen en meteen weer opgestaan. Een flyer mee naar huis. Bel Lucas, die manager die daar staat, helemaal plat. Want hij moet zijn baan op hebben. Dus zeg maar op. En namens Nicole, straks lekker meespringen, jumpen. En Anne, je mag ook meespelen op je keyboard. Dat is een mooie uitdaging voor jou. Want misschien kan ik hier bent, Linda. Dus, oké, zijn jullie klaar voor? Komt-ie! Zijn blij mee. En ik ook. En Lucas, die moet gewoon meer werken. Maar één ding is niet, we moeten gewoon een tournee op. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. Ja, we staan hier voor jullie hè, vandaag. En we zijn ontzettend blij mee dat jullie dit willen organiseren. Voor jullie. En ik wil graag het woord geven aan deze mooie groep mensen. Dankjewel. Ik heb vrienden voor het leven, voor steun door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven, is zelf niet aan besteed. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen, en waardoor je tijd jou vergeet. Of een vriend die je bij kan verzachten, of je leven niet meer weet. Deze mensen blijft maar wel. Goed vertrouwen is het enige dat telt. Dat zijn we zeker niet meer. Zelfs een licht zegt geen
in de kroeg. Mocht je verstevend vast inhaken. Ik heb vrienden voor het leven. Gesteund door lief en leed. Wat een vriend aan mij kan geven. Is geld niet aan besteed. Je hebt vrienden waarmee je kan lachen. En we doen niet en zulken geen. Ook een vriend die je brengt op je zanden. Dan je leven niet meer weet. En dames en heren, trotse danseressen. Eva in Rutsing. En mij toch niet eens heel veel geeft. Op een vriend die pijn kan bestaan. Ik leven niet meer weet. Niet meer weet. Ja, echt een vrienden. Zo is deze dames hier echt ook in de vrienden. En Lucas, je weet hè, onze nog grootste nummer 1 hit. Komt aan. En dan moet je, ja, en dan moet je jullie ook bij zijn. Het is natuurlijk ook, je moet ook leren om in de volume, hè, want we hebben het over belten en kopstem, maar zeg maar de overgang ertussen, dat je dus op een gegeven moment ook het verschil weet. Het is net als dat je naar iemand roept of schreeuwt. Je kan zeggen, hey, je kan zeggen, hey, hey. Het zijn allemaal, er zijn verschillende... Ja, dank u. En dat, als je schreeuwt, gebruik je ook je ademsteun. Alleen, dat doe je automatisch. Daar ben je niet onbewust dat je dat doet. Maar op het moment dat je gaat zingen, dan denk je, oh, het is heel spannend, heel kwetsbaar dit. En dan vergeet je dat soms. Maar dan is het juist belangrijk dat je dat gebruikt. Ja. En het is niet, het is wel, want wat zij heeft gedaan, ik vind het heel knap. Want je stelt je zo kwetsbaar op. Niet alleen omdat je een liedje zingt, maar ook dat ik haar aangeef om iets constant overnieuw te doen. En dat het dan niet
precies zo gaat zoals hij wilt. Dus ik wil er ook nog wel een applausje voor.
voor niemand is het huis te klein. Ik ga hem heel veel zeggen.
Dus dames en heren, dank u wel voor de hele avond. En ik zal jullie zeggen, tot ziens.